Yo, what up, gasten? Hallo. Wij zijn Bardo. Kijk even nu. Yo, what up, gasten? Wat moet ik zeggen? Wat wil ik zeggen? Maakt niet uit. Het gaat erom dat we Vraagje Vrijdag aankondigen. Ja. Je kijkt nu naar Vraagje Vrijdag. Tot zo na de intro. Woo! Nou, een nieuwe Vraagje Vrijdag. Jazeker. Op een hele speciale plek. Namelijk op Amsterdam Arena. En daar zijn we niet voor niks, Rick. Want op de achtergrond staan? Eigenlijk helemaal niks. Zoals je ziet, de achtergrond is helemaal blanco in principe. Het toppers... Je bedoelde meer hier echt achter. Ja, de toppers. Oh, de toppers, ja. Want de toppers zijn bezig en iedereen is nu er binnen. En wij niet, wij zitten buiten. Oh, Gerard Joling met lekker. Lekker. Oh mijn god, wat is dat lekker. Ik wil best heen eigenlijk. Beschrijf jij eens, pak de microfoon, beschrijf jij eens hoe de dag was. Moet ik gewoon bij het begin beginnen? Ja, doe maar. Precies, dit ga je allemaal binnenkort zien op Banjo Town. Daarna zijn we doorgegaan naar het Marihuana Museum. En eigenlijk in het Marihuana Museum was er alleen maar meer problemen. We mochten het niet gebruiken en de beelden moesten weg. Ja, dat is heel raar, want wij kwamen binnen en we hadden net een kaartje gekocht voor iets van 8, 9 euro. Wij stonden binnen. Mogen we filmen? Nee. Dat was zo raar. En vervolgens, de beelden, we hebben echt heel lang lopen lullen. En dat hoor je ook allemaal binnenkort. Maar het is wel gelukt, we mogen de beelden blijven houden. We kwamen eerst binnen, toen zei Bardo, mag het als het voor school is? Nou oké, mag dat. Toen kwamen we bij de gift shop, zei iemand, nee dat mag echt niet. Wou die de beelden verwijderen, et cetera, heel veel gelul. Maar dan ben je ook weer 18 euro verder. En dat is zo jammer eraan. Wat wel trouwens, over drugs en zo, want we hebben iets. Yes. Wat, ze hebben hier in Amsterdam... Dat is een goed vindkamer. Nee, dat weet ik. Leeft hij nog? Hij leeft. Rick, kijk eens wat ik hier heb. Twee lollies, dit zijn cannabis lollies. Hey. En voor de mensen die niet weten wat cannabis is natuurlijk de algemene term voor rookbare drugs eigenlijk. Ik denk dat het vrij weinig gaat doen met ons. Waarschijnlijk wel. En anders zitten we hier aan het einde van de video knijterstoond. Proost. Nou, proeft alsof je een beetje gras in je mond aan het doen bent. Gras is lekker als je een koe bent. Ja, dit is weer een koeienlolly dan een cannabis lolly. En toen heb ik jou eigenlijk in een hokje geduwd met 2 euro. Ja, er stond heel groot bord piepshow en ik zei, what the fuck is dat? En Barda zei, dat moeten we doen. En blijkbaar kende ik dat niet en hij wel, dus hij gaf me 2 euro. Moest ik in een hokje zitten en dan doe je dus de 2 euro erin. Ik had geen idee wat ik moest verwachten. Ik verwachtte gewoon porno op een beeldscherm, zeg maar. Maar toen ging er dus het luikje open en lag er een naakte, niet echt van mijn leeftijd vrouw. Een beetje een soort van crackhoer uit Breaking Bad. Een beetje een crackhoer uit Breaking Bad. Die lag op een plaat en die ging even lekker aan de borsten zitten eerst. En toen deed ze nog even lekker de onderbroekje uit. Ging ze dan nog even lekker vingeren. Dus dat was een leuke sensatie voor mij. Ik zat te twijfelen. Ga ik er meteen uit? Maar dan zei Barda, Rick, homo. Of blijf ik er helemaal in zitten? En dan kijkt Barda van Rick, viespeuk. En het was Rick viespeuk geworden. Hij heeft de hele rit gezeten. En ik stond 2 minuten, 3 minuten buiten. En ik dacht, wat doe je allemaal, Rick? Want ik dacht dus dat zeg maar, ik die vrouw kon zien en zij mij niet. En ik zat op een gegeven moment, ik was gewoon verveeld. Ik dacht, ik zet het even uit, ik heb betaald. Pak even mijn mobiel, weet je wel. Maar het bleek dus dat ze mij gewoon kon zien. En je kan dus ook andere fappende mannen zien, zeg maar, door die gaatjes heen. Want er zijn 8 gaatjes, zeg maar, in een cirkel. Het is zeg maar zo'n vieze attractie dat iedereen er wel een keer in is geweest. En toen ik er voor het eerst heen ging, deed ik ook 2 euro. En het eerste wat ik zag was zeg maar een viespeuk aan de overkant met een bril. Die liep daar te sjorren voor het leven. Echt, op die chick die daar aan het ronddraaien is in het midden, die zich aan het vingeren is. En dat is helemaal, het is mensen, kinderen die dit nu zien, jullie denken misschien bij jezelf, Bardo, waarom vertel je dit? Dit is raar, maar 2 euro. Ik denk dat je gewoon voor een pornofilm in de winkel ben je meer kwijt. Precies, het is wel een echte ervaring. Als je met je vrienden er bent en ze zien deze video niet, even zeggen, hier heb je 2 euro, ga lekker naar binnen, leef je uit. Precies, als iemand de piepshow niet kent, gooi hem in het hok en zeg niks erover. Wat denken jullie van de nieuwe Xbox 360, de Xbox One bedoelt hij? Hebben we dat vorige week niet al gezegd? Ja, eigenlijk zo'n beetje wel. Eigenlijk heeft hij dit gereageerd onder de video waarin wij vertellen wat we vinden van de Xbox One. Tim moet hem nog een keertje kijken, denk ik, Tim. Ja, Tim, kijk even de video van vorige week. Bardo, ga jij vaak naar de McDonald's? Ja, voor de ballenbak. Die hebben ze al lang al niet meer. Die is weg overal, dat is zo jammer. Dus eigenlijk met name omdat de filialen van de McDonald's worden zeg maar telkens kleiner. Inderdaad, Bardo heeft me vandaag nog helemaal mooie verhalen verteld. We waren namelijk toevallig vandaag in de McDonald's. Bardo is niet altijd bij McDonald's, gewoon vaak. Precies. En we hebben daar zeg maar
op de stoelen. En Bardo zei, ja, die stoelen zijn zo gemaakt dat na 30 minuten dan gaan ze raar zitten. Ja, want daar heeft McDonald's echt een team voor ingehuurd. Zodat eigenlijk als jij gaat zitten in de McDonald's, dat je een hele harde kont krijgt na 30 minuten. En dan wil je ook weg. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Wat verwachten jullie van de Ratchet & Clank film? Ik heb geen idee. Ik heb heleboel Ratchet & Clank games thuis liggen, maar ik heb er niet zoveel van gespeeld. Dus. Ja, nou, ik heb het 1-2 keer gespeeld. Een goede vriend van mij was heel fan van de serie. En dan word je erin meegesleept. Maar ik heb wel de teaser ding gezien voor de film. Jij ook? Nope. Oh, die is wel echt gruwelijk. Het is een, denk ik echt, wordt een leuke comedy. Ja? Ja. Is een comedy? Geen adventure dus? Adventure comedy, denk ik. Oké. Jullie zijn nu bij de toppers. Wat vind je van Gerard Joling? Heel misschien woon ik naast zus van Gerard Joling. No! Dit is echt vers van de pers. Ik woon naast de zus van Gerard Joling. Dit is echt ongelooflijk. Mensen worden gek. Helemaal als je beseft dat het begint te regenen hier. Ik begin nat onder de voeten te voelen. Doe letterlijk. Ik ben de enige die veel gebruik maakt van de cannabis lolly, hè? Nou. Hij is ook echt niet te vreten. Zonde van het geld. Niet doen. Echt, als je in Amsterdam bent, koop het niet. Ik voel me niet high, ik voel me niks. Ik voel me meer een beetje geneukt in mijn mond. Lekker. Nou, niet echt lekker. Het is meer alsof ik gras heb gefroten en ja, verkracht. Je hebt het gras verkracht. Ik heb het gras verkracht. Mm. Oh, fuck yeah, mensen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze rare Vraagje Vrijdag bij de toppers. Toppers. Deze cannabis lolly gooien we weg. Ik hou hem. Oh, jij houdt hem. Ik hoop niet dat ik hem per ongeluk in mijn jas heb gegooid, want die ligt hier achter me. Maar oké. Mensen, bedankt voor het... Nee, die jas. Oh. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze hele rare Vraagje Vrijdag. Tot volgende week. En geef vooral een groen duimpje en we checken jullie. Morgen. Doei.